Op weg naar het privéhuis van de afgetreden president Mugabe worden we bijna van de weg gereden door zijn konvooi. Op de eerste dag na zijn 37 jaar aan de macht gaat hij richting onbekende bestemming. We hebben ons zojuist voorbij de beveiligers gepraat die de compound bewaken waar president Mugabe, voormalig president Mugabe, al zo lang woont. En we zijn nu op weg naar zijn villa. Dit is Borrowdale Brook, het thuis van de Mugabes en vele andere rijken in Zimbabwe. Crisis? Welke crisis? De grond waarop het huis van Robert Mugabe staat begint al hier bij het bos en eindigt daar bij het huis met het blauwe dak, zoals het in Harare ook bekend staat. Maar het gekke is dat de man die na 37 jaar de macht heeft overgenomen van Robert Mugabe, generaal Constantine Chiwenga, hier gewoon om de hoek woont. Generaal Chiwenga wordt goed beschermd nadat hij zijn buurman Mugabe onder huisarrest plaatste tot zijn aftreden gisteren. Dus is de politieke crisis in Zimbabwe niet gewoon een burenruzie? Exactly, and that is exactly what we are, a neighborhood who happens to have a president residing next door and a general in the same vicinity. All the same. Dit is Vanessa Lewis, buurvrouw van de generaal en de afgezette president, wiens vrouw Grace eens probeerde om de buren uit hun huizen te jagen, zodat de Mugabes helemaal alleen konden wonen hier. In the neighborhood, she was the one who pushed for us to leave. So she's very unpopular amongst the residents here. And we're happy that we are removed from her. In dit paradijs van de rijken is het net als in de grote politiek. Beter een goede buur dan een verre vriend. Want voor je het weet, sluiten ze je op in je eigen huis en ben je alles kwijt wat je in 37 jaar vergaarde.